Lego Marvel Super Heroes is een open wereld adventure game. Ja, en echt in de stijl van Lego. Ja, Galactus wordt benaderd door de Silver Surfer. En die is er niet van gediend. Dus die randt de Silver Surfer terug naar New York City. En zijn surfboard breekt in allerlei stukken. Zogenaamde Cosmic Bricks. Die zijn verspreid door de hele stad heen. En ja, Dr. Doom probeert die allemaal te grijpen. Om zo een heel krachtig wapen te maken. Nou, jij moet als speler dit zien te voorkomen. En dat kan je doen met ongeveer 150 speelbare personages. Wat natuurlijk ontzettend veel is. En ja, dat zijn de bekende Marvel superhelden. Zoals Iron Man en Spider-Man. Ga ze maar door. Zelfs Stan Lee, de bedenker, nou ja, de grondlegger van Marvel. Die zit er zelfs in als speelbaar personage. En door middel van allerlei krachten die de verschillende helden hebben. Moet jij allerlei puzzels oplossen en levels doorgaan. En ja, de krachten of de super vijanden van die samen met Dr. Doom een plan smeden, moet jij zien te stoppen. En ja, bijvoorbeeld heb je Captain America, die kan zijn schild gooien om ervoor te zorgen dat jij door kan gaan naar een ander stuk in het level. En daardoor, door de opzet, krijg je heel veel variatie in de game. En het is een vrij toegankelijke titel voor de PlayStation 4. En vraagt niet echt hele grote verschillen qua gameplay met de current gen versie. Maar visueel is de current gen versie is al heel mooi, maar de Next Gen versie zal overduidelijk wel een stuk fraaier zijn. En het is ook een game voor alle leeftijden, dus hartstikke vermakelijk.